Ja, de scouting heeft nergens last van regen of geen regen. Het is tijd voor avontuur. Scoutingman Maarten van der Drift. Maarten, wat wordt het voor dag? Ja, het wordt een hele leuke dag. We hebben allemaal activiteiten bedacht hier in het Scoutwoud of in het Bijdorppark. En daar kunnen de kinderen van onze scouting, maar ook de scoutinggroepen uit Schiedam en de kinderen van de basisscholen uit de buurt, die hebben we uitgenodigd, allemaal leuke avontuurlijke activiteiten doen. Het is een gezamenlijk project, dus ook met andere scoutingen. Welke zijn er nog meer? De Thaizee is er. En ik meen ook dat de Tono-groep ook even langs zou komen. Nou, had ik begrepen, Jamboree on the Air, maar dat is alweer helemaal verleden tijd. Want hoe doen jullie het nu? Nou, nu hebben wij Yoti Weekend en dat is Jamboree on the Internet. Jamboree on the Air was het zenden en nu doen we het via de internetverbinding. En krijgen die kinderen dan les of weten ze al hoe het moet? Nee, veel weten ze al. Maar we gaan het vooral inzetten, zorgen dat de kinderen er gebruik van kunnen maken van wat ze weten. Wat is nou de reden voor ouders en ook voor kinderen om bij de scouting te gaan? Ik denk dat de kinderen graag op scouting gaan om samen met anderen buiten te spelen. En soms even net wat meer de grens op te zoeken dan dat ze thuis kunnen. Kan ik nou stellen dat het juist geen kinderen zijn die op voetbal of op handbal gaan? Nou, die zitten er ook tussen. Er zijn kinderen die zitten zowel op voetbal als op scouting. Maar er zijn ook zeker kinderen die niet bij de voetbal of op de handbal de aansluiting vinden. En bij de scouting wel. Vroeger had je heitje voor karweitje. Toen was jij nog niet geboren. Wat doen jullie nu allemaal voor activiteiten? Nou, we zijn nu bezig met de grote clubactie. En dus de mensen kopen loten voor de grote clubactie. Daarnaast hebben we fondsen waar we af en toe een aanvraag doen. Nou, is het een lastige tijd. Stookkosten, energiekosten. Hoe gaat de scouting daar nou mee om? Zijn jullie inventief? Ja, we zijn zeker inventief. Ook wij lopen tegen hele hoge kosten aan. Echt veelvoud van wat we hadden. En we hebben afgelopen jaar geïnvesteerd in zonnepanelen. We hebben 15 mooie nieuwe panelen op het dak liggen. Daarbij heeft de Shell en de Rabobank ons geholpen. Daarnaast moeten we de verwarming gewoon een paar graden kouder zetten. Dus de kinderen doen een trui aan. En meestal zijn we toch al buiten. Dus daar hoeven we niet voor te stoken. Ik vind het altijd leuk. Jullie hebben altijd aparte namen voor al die groepen. Noem eens wat groepen. We hebben de bevers, de welpen, de scouts. En de oudste speld ook bij ons, dat zijn de trekvogels. En die zijn hoe oud? Vanaf 18 jaar, tot wanneer je niet meer wil. Nou, zou je denken, als je 18 jaar bent, dan ga je lekker stappen met je vrienden. Waarom zitten zij toch nog bij de scouting? Omdat dat met scouting ook kan. Met de scouting kun je fantastisch leuke dingen doen met je vrienden. En ook wij gaan ook wel eens een avond stappen met z'n allen. Ja. Er zit ook een beetje pedagogiek in. Anders gezegd, jullie gaan ook met de kinderen om van hoe moet je gedragen. Een beetje opvoedkunde. Hoe lastig is dat soms? Ja, dat is soms wel ingewikkeld. Zeker omdat de doelgroep heel divers is. Maar we hebben leiding die daar goed in getraind is. Die inmiddels veel ervaring heeft. En dat werkt aardig goed. Ten slotte, wat is voor jou de reden om bij de scouting te zijn en te blijven? Ik denk dat voor mij de reden om bij scouting te blijven is de uitdaging die het me biedt en blijft bieden. He, vanaf jeugdlid af ben ik bij de scouting en nog steeds vind ik daar heel erg veel uitdaging. En op dit moment in het bestuur bijvoorbeeld.